Hey Bart Valkenier hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze wordtraining. In deze video jij gaat er echt een hoge cijfer van krijgen. Een automatische inhoudsopgave. Ha, nou ingewikkeld helemaal niet, makkelijker dan je denkt. Check de hele training op magietmedia.nl/slash word. Oké, okay, een automatische inhoudsopgave. Klinkt ingewikkeld, maar het is makkelijker dan je denkt. Wat ik heb, ik heb het hier. Ik heb hier een verslag over kwallen. En daar heb ik allemaal heel erg mijn best op gedaan. Nee hoor, helemaal niet. Ik heb JetGPT een verslag over kwallen laten genereren. Laten maken. Dus of deze informatie klopt. Geen idee, maar het, eh, het loopt als een trein en het leest fantastisch over kwallen. Hoe dan ook, stel je voor, ik ben bezig met een verslag over uh, kwallen. Nou, dat je je GPT hebt gebruikt, moet je altijd open en eerlijk eh, over zijn. Maar ik haal het nu voor het gemak eventjes weg. Hoe krijg ik hier een automatische inhoudsopgave in? Nou, ten eerste moeten we even ruimte maken voor de bladzij waar die automatische inhoudsopgave moet komen. Ah, trouwens, eh, zoom in Word, Ctrl. En dan draai aan je muiswiel is altijd super handig. Ik ga even bij kwallen staan en ik ga een nieuwe bladzijde invoegen. En dat heb ik in een ander video ook al uitgelegd. Maar hé, hey, hoe doe je dat ook alweer? ctrl indrukken en dan druk je op Enter. Tadaa, en dan gaat hij naar de volgende bladzijde. En ik ga dat nog een keer doen. Ctrl-en dan Enter. Heb ik dus aan het begin twee bladzijden toegevoegd? En let op, onder Start heb je dit knopje. En. Uh, daar staat dat ik ook dus een paginaeinde heb ingevoegd. Dus als ik hier enters doe. Of ik ga je dingen neerzetten. Dan blijft hij hier gewoon uh, staan. En dan heb ik hier alle ruimte om uh, dingen te doen. Als ik hier ga staan, dan gaat hij wel naar beneden. Dus als ik aan de verkeerde kant van mijn paginaeinde ga staan, dan schuift de hele bende wel op. Maar als ik aan de goede kant van paginaeinde staan, dan schuift hij niet op. Maar goed, hé, dat wist je hopelijk al wel. Maar hoe ga je nou een automatisch inhoudsopgave maken. Dat, dames en heren, heeft alles te maken met deze. Hier vind je een aantal belangrijke dingen. Standaard, geen afstand, kop 1 en kop 2. En wat ik, er valt veel meer over te vertellen, maar ik hou het nu eventjes bij kop 1. En wat is dan kop 1? Je gaat koppen maken. Ik heb hier bijvoorbeeld hoofdstuk nummer 1. En die selecteer ik, die tekst. En dan klik ik hier op kop nummer 1. En dan markeer ik dat deze tekst. Hoofdstuk 1, wat zijn kwallen? Dus een kop 1 is welke kop? Kop 1. En dat ga ik eventjes doen bij alle hoofdstukken. Cue de timelapse. Oké, okay, en nu heb ik alle 13 hoofdstukken uh, gemarkeerd met een kop. Zie je? Nou, en wat is dan het voordeel daarvan? Kijk, als ik dan hier ga staan, hè, dit is zeg maar mijn eerste bladzij. Dat is bladzijde nummer 1, dat wordt mijn voorkant. En op bladzijde nummer 2 ga ik die inhoudsopgave toevoegen. Je gaat naar verwijzingen. En bij verwijzingen, hier zo aan deze kant vind je je inhoudsopgave. En als je daarop klikt, dan ga je hier staan. En dan vind je allerlei soorten inhoudsopgaven. Mijn advies: klik gewoon op de bovenste. De allereerste. En tada! Nou, klaar. Hier heb je je inhoudsopgave. Nou, wat het toffe is, die bladzijden kloppen allemaal automatisch. Dus als er een bladzijde afgaat of bijkomt, dan zal hij dat automatisch dus ook updaten. En wat ook tof is, je kan erop klikken en dan hoppakee gaat hij er gelijk naartoe. Nou, als je zo gewoon op klikt, dan gebeurt er niks. Maar als je Ctrl ingedrukt houdt en je klikt op welke dieren eten kwallen. Op. Dan ga je gelijk naar hoofdstuk 3. Welke dieren eten kwallen. Waar ik nog een keer laten zien: blauwe kraal. Hoppakee, de blauwe kraal. En dan ga je op die manier naar dat hoofdstuk. Super vet. Nou, um, wat wel zo is, trouwens. Um, die kop 1 die heeft een bepaalde opmaak. Die heeft een bepaald led en die blauw en zo. En stel je voor je wil dat wat anders. Dan, moet je, dan kun je dit zeg maar hoofdstuk voor hoofdstuk gaan lopen aanpassen. Maar dat is wel veel werk en dat kan veel slimmer. Onder start klik je met de rechter muisknop op kop 1. Dus rechter muisknop klik je hier op kop 1. En dan klik je op wijzigen. Klik je hier op wijzigen. Dan krijg je hier een schermpje. En dan kan ik hier bij opmaak dus kiezen... Bijvoorbeeld voor een ander lettertype, een Roboto black. En bijvoorbeeld, ik wil hem ietsje kleiner, 16. En ik wil hem een ander kleurtje geven, bijvoorbeeld uh, paars of zo, weet ik veel. En dan druk ik op OK. En dan zie je dat niet alleen inhoud die opmaak heeft gekregen, maar alle andere hoofdstukken, koppen, dus eigenlijk alle koppen 1, hebben dus die opmaak gekregen. En dan ziet het er heel erg mooi uit. Nou, stel je voor je hebt wat hoofdstukken toegevoegd, weggehaald, of je bent aan het bijzigen, bezig geweest. Het is niet zo dat het gelijk update jouw automatische inhoudsopgave. Want dan moet je nog eventjes op bijwerken klikken. En dan krijg je hier een schermpje. En dan moet je kiezen of je alleen de paginanummers wil bijwerken. Of dat je hem in zijn geheel wil bijwerken. En in zijn geheel zou hij dus even weer checken. Van. hé, hey, dit zijn alle hoofdstukken. En kloppen alle paginanummers nog. En dan is het weer zoals het uh, zou zijn. Nou, dan kun jij dus aan de slag hele vette voorkant maken. Maar die automatische inhoudsopgave heb je dan gefixt. En wat je dus eigenlijk ook nog zou kunnen doen, bijvoorbeeld. Is uh, met Ctrl-Enter zorgen dat die hoofdstukken een beetje op een logische plek naar een nieuwe pagina zijn uh, verplaatst. Bijvoorbeeld uh, deze kan ik even daar neerzetten. En dan uh, bijvoorbeeld uh, hoofdstuk 12 daar. Op die manier kun je dus zorgen dat, die, uh, dat je wat ruimte maakt om plaatjes in te voegen. En dan moet je dus even klikken op bijwerken. Uh, in zich heel bijwerken. Hoppakee. En dan kloppen de paginanummers weer. En dan. Uh, nou, heb je een hele vette automatische inlastopgave gemaakt. Top!